Okay. Yep. Oké, ik ben hier bij een oud coachie van mij voor TEDx, Jonathan. En we zijn hier in zijn fantastische restaurant Fork & Mes. En ik wil heel graag van Jonathan horen, wat heeft nou TEDx gebracht? Dus hoe is het gegaan na TEDx? Ja, wat mij is opgevallen met het verhaal TEDx, dat veel mensen hebben gezien. Het wordt heel veel bekeken, nog steeds. Nog steeds heel veel bekeken. En de reacties van mensen zijn vooral heel erg goed en heel emotioneel. Sommige mensen zijn echt geraakt erdoor. En die komen echt naar mij toe en zeggen: John, je hebt me echt geraakt. Het deed me echt wat. En dat is natuurlijk ook te bedoelen. Dat vond ik heel erg leuk. En je merkt dat het gewoon staat op mijn site. Daardoor is het legitieme. Dus al word ik nu als speaker gevraagd, stuur ik meteen het filmpje op. Maar je wordt als speaker ook gevraagd? Wat heeft het dan je daarna gebracht? Nou, vooral mijn zekerheid voor mezelf dat ik het kan. Dat was het voor mij vooral het punt waar ik mee zat. Voor mezelf, want ik sprak al voor veel mensen, maar niet een duidelijk gestructureerd speech. Of een talk. En dat was voor mij zeker goed om te doen. Daardoor kan ik zelf meer lagen inbouwen in mijn eigen speeches, wat ik nu nog steeds wel van gevraagd word. Ik doe het gewoon op een andere manier. Maar ik heb wel een soort basislijn gekregen waardoor het makkelijker gaat. Ik noem dat altijd een basisverhaal. Dit is de essentie van jou. En daarna kan je eigenlijk alles aan, want jouw essentie staat overeind. Hè? Ja, en dat is zeker zo. En dat merk je ook vorige week in het Engels voor 150 man. Wat heb je gedaan? In het Engels voor 150 man? Dat waren de meest vooraanstaande food, health en nutritionist en dietist van Amerika. Dus dan heb je echt wel van het Witte Huis, de diëtisten van de Oprah Winfrey, allemaal die koks. En hoe kwamen ze bij jou? Via mijn naam natuurlijk in Nederland, die begint te groeien ook zoals kok zijnde, maar kok met een missie en een kok met een verhaal. Niet alle koks kunnen zo makkelijk praten als ik. En hebben zo'n goed verhaal. En hebben een verhaal wat ook aangenomen kan worden door mensen, wat ze het leuk van in ieder geval vinden. Daar hebben ze me op uitgekozen en toen TEDx gestuurd. En dan merk je meteen wel dat er meteen interesse is. Ja. En dat is fijn dat TEDx zo'n basis is waar je ten eerste voor mezelf uit kan putten, maar ook om het op te sturen naar mensen van joh, het is een gevestigde orde, gevestigde naam, als je op TEDx spreekt, dan gaat het goed. Je spreekt niet zomaar op TEDx, hè? Nee. En wat ik zo leuk vind aan jou, toen wij elkaar leerden kennen, zo in de aanloop naar TEDx Women 2013, dat je zei van ja, ik wil mijn verhaal vertellen en ik heb gezien, ik ga daar gewoon spreken. Ja. En in een jaar tijd stond je er. Ja. En heb je het verhaal. En vond ik het ontzettend leuk om met jou echt die kern eruit te halen. Wat is de basis van jouw verhaal? En ik herinner me nog in de sessie bij ons thuis dat je ineens zo'n plop idee. Ja, dat ook nog. En er kwam een dynamiek in. Hoe heb jij dat ervaren? Ik kijk daar goed op terug, maar hoe was dat voor jou? Voor mij is het altijd een weg geweest om te. En dat is mijn hele leven. Mijn hele leven is een weg om hè, dat denk ik voor iedereen. Alleen ik besef het me heel goed. Bepaalde punten op één lijn te zetten. En als je dat hebt, dan ga je verder. En dat was voor mij met TEDx zo. En als ik dat heb gedaan, dan weet ik dat goed is en dan kan ik verder. Want ik ben heel ondernemer. Ik doe natuurlijk heel veel verschillende soorten dingen. Het is niet alleen dat ik speaker ben, maar ik heb ook een restaurant en ik heb bijna 70 man in dienst. Dus er komt nogal wat bij kijken. En dit is zo'n klein onderdeel ervan, maar heel goed dat ik een basis heb weten te creëren waar ik uit kan putten. En iedere talk of iedere speech of ieder verhaal of iedere lezing of presentatie die ik in de toekomst geef, daar zit wel een basis TEDx in. Ja. Want dat is mijn verhaal en dat is mijn basis en vandaar daaruit kan ik alleen maar groeien. Absoluut. En je verhaal wat je uit wil dragen komt heel helder over. Ja. Ik zou het heel leuk vinden om jouw filmpje ook op mijn website te zetten.
is de presentation master is wel in het Engels, maar nou, de TED Talk is in ieder geval in het Engels. Ja. En dit is wat we nu even besproken hebben, zou ik graag opzetten. Leuk, moet je doen, absoluut. Top. Ja, zeker weten. Hartstikke bedankt, hè. Hartstikke bedankt.